Goedemorgen deze morgen. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Ik was dus gisteren vergeten om mijn camera mee te nemen. Ik heb geprobeerd wat beelden te schieten met mijn telefoon. Zijn een beetje wazig. Ik ben echt een kalf. Ik ben nu in ieder geval in Utrecht. Wij gaan een lichtstraat zetten bij een woning. Ik zal jullie proberen mee te nemen. Ik moest net al een trap op. Oeh, heel bliksem, heel bang. Ja, bang. Tenminste, ik vond het spannend zo. Een beetje riebelend. Dus ik ga nu eens even uitstempelen en dan zie ik jullie zo. Ik heb nu net het dak eraf gehezen. Het is echt een heel oud huis. Dit is zeg maar het dak. En er zat ook een kant naar boven gegeven. Geen isolatie tussen. Scheelt verlopen. Een paar planken door het huis, door het raam. Mooi man, alleen maar mooi werk. Ik heb een beetje angst voor, waar is die trap nou? Voor deze trap. Dat vind ik echt wel een beetje eng. Ja, vooral de trap. De hoogte niet. De lichtstraat die ligt. We gaan nu eerst even eten. En dan gaan we zo het glas erin leggen. Nou, succes Henk. Ja, dankjewel, hè. Henk die gaat het dak weer vastleggen. Gaat hem dicht pakken. Ik heb ook gasten boven gehezen. Die heb ik erin gehezen en die en die en die en die. Die gaan er zo meteen in. Dat doen jullie zelf. En ik ga lekker nog laaien. Laden, lossen, die naar beneden halen. En van die enge trap af. Hoe fucking vet is dit? Ik sta vandaag bij STL. En wij staan in de arena van Ajax, met roze verlichting. Wij staan vanavond voor een instapdag aan STL. Ik ga vandaag het chauffeursvak promoten, maar ik vond dit echt te gaaf om even niet te filmen. Goedemorgen, ik heb een mooi klusje. Gewoon bij ons in het dorp, in Hoevelaken. Ik ben een dakpel aan het hijsen. Een kleintje, daar gaat hij. Het regent heel ietsjes, dus ik moet wel een beetje opschieten. Anders is je man zijn huis zo meteen nat. Maar ga even boven nu. Hij staat, jongens. Mooi man. Mijn tweede dakkapel is een feit. Dit is iets kleiner dan de vorige. Ik vind het echt, echt heel leuk werk. Maar het is snel. Yeah, oké, okay, let's go. Ik zet mezelf echt goed verschut, wist je dat? Ja. Maar ik ga onderweg naar Deurningen. Ik ga voor transport en logistiek gaan we weer een truckpraat filmpje opnemen. Alleen, ben ik echt de enige? Elke keer als ik in mijn auto stap, is dat ding leeg. Altijd, nu 58 kilometer. Altijd. Denk dat leeg? Ja, misschien ben ik de enige die met de problemen deze storing last van heeft. Maar heb je ook last van deze storing? Zeg maar hoe jij het verhelpt. Ik wil dat weten. Nou, laat zien. Je dooie kan. Mijn bivakmuts. Ach nee. Wel een kindermaatje. Is dat een kindermaat? Ja. Dat gaat er nou niet passen met mijn hoofd. Ik ga je er nooit met mijn bolle hoofd inpassen? Ah oh, jawel, jammer. Ik heb helemaal een bolle hoofd. Het is voor zo doen. Dat ziet er niet uit, man. Echt geweldig. Goedenavond, ik ben echt net thuis en ik kreeg een appje. Een beetje zachtjes. Want mijn vriend die ligt gewoon te slapen. Maar ik kreeg een appje met. Hij staat net, open de wegen en film het. Dus bij deze. Is het. Gepraat! Oh! Ja, nou. Weet je, ik wens jullie een fijne avond. Ik ga naar bed. Morgen weer aan de buurt. En tot morgen. Goedemorgen, wij staan in de auto. Ik ben samen vandaag met Rick mee. Hoi. En we zijn moeten. Jongen, ze rafelde het echt een beetje af. Oh ja, we gingen glas hijsen. Mensen kregen nieuwe glaasjes op die daakje. En dat was een beetje rot. En het is een soort grote rijdende Jamin. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Want ik ben gek op vloepen. En wat zei je er net over zingen? Oh, ik zeg, sommige mensen kunnen zingen, ik kan niks. En toen zei hij, nou ja, dat kan je ook wel. Maar dan wilde hij even uitstappen. Hoezo wil je uitstappen? Dan kan je gewoon ongegeneerd lekker zingen. Vind je niet dat ik goed kan zingen? Fantastisch. Is jouw eerste keer glas toch ook? Ja. Dat ik zelf ga zetten, ja. Zelf ga zetten. Nou, ik heb het in ieder geval eerst vast al ingedraaid. Ik kom je niet te vaak tegen in het wild, al werkend, want hij werkt normaal niet. Nee, dus dit is een pracht exemplaar. Nou, oké, daar hebben we ook weer als Frank van het idee gehad. Deze man is ook aan het sjouwen met glas, oude glas. Eerst een glaasje gezet. Eerst een glaasje geplakt. Eerst een glaasje gezet. Ging het ook goed, jongens? Ja, lekker. Laag en lekker, hè? Het is vrijdag. Hele grote lekker, is vrijdag. Mooi man. Ik vind helemaal niet dat ik een crew lijk.
Jawel, want je hebt echt wel een beetje... En dan heb je nu dat corbertje aan en je hebt geen kin. Echt heel lelijk. Nou, ik ga pasen. Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel... Is dat een werkwoord? Ik paas, je paas, wij pasen. Wat extra bijles kan geen kwaad, denk ik. Nou, in ieder geval, het is Pasen. En ik heb niet zo heel veel gefilmd, omdat het Pasen is. En Pasen. Ik dat best vind. Maar in ieder geval, Pasen, het is mooi weer. Ik heb gebruncht met mijn ouders. En we gaan een brunch met mijn schoonouders. Nee, we gaan niet brunchen. We gaan uit eten, Maar niet, het gaat bier drinken, kut roepen. Woe! Ook niet. Godverdomme. Maar vorige week was het vorige week al. Groot succes. Ik heb trouwens ook gehoord wat ik heb gedaan. En ik heb mijn broek vies gezien. En ik had twee blauwe knieën. En Joost mag weten, of überhaupt iemand mag weten. Wie is Joost? Want die wil ik wel even spreken dan. Ja, ik ook! Want ik weet nog niet wat gebeurd is. Dat je een knie had nadat je Joost gezien hebt. Ja, hou maar. Goedemorgen deze middag. En we hebben zojuist Pets Place onveilig gemaakt. Nee, Zoo en Zo. Pets Place hoor. Dat heet toch Zoo en Zo? Ja, maar ook Pets Place. Echt? Ja. Goed verhaal. Waarom is het krenk zo hoog? Kijk dan, is er niet te doen. Ga weer met vol van mij. Gaan we doen. We gaan ons travelwisseltje doen. Travelwisselen. 16 meter en binnen ons kraan is 17 meter 10. Ja. 10 centimeter doet het toe, hè? Maar een man heeft hem ingeschat en die doet hem altijd langer. Ja. Dus valt het wel mee. Dat is waar ook, ja. Het kan zomaar zijn dat het korter is, hè? Nou, we zijn inmiddels aangekomen in Bos. Ik sta binnen, want het regent buiten. De jongens, we zijn de wielen aan het vastrijden, travo. Wat gaan we zo meteen hier in het hokje? Rick is levensgevaarlijk. De wielen zitten tronden. Ik was weer dom, want ik heb dus die gaten. Deze had ik binnen liggen. Maar wat zei u net? Dan moet je met die wielen moet je er dan doorheen, hè? Ja. En hij weegt gelukkig niet zoveel. Ja. Dus dat is dan wel handig. Nou, hij staat binnen. En top. Wat een ongelooflijk triest weer vandaag. Ik ben thuis. Thuis. En ik ga zo onderweg naar paterles. Ik ben vandaag samen met Rick op pad geweest. En we hadden vandaag een travo met 16 meter vlucht. Allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. En uiteindelijk hebben we voor mij 3 meter zo naast de vrachtwagen hebben een travo kunnen plaatsen. Heb ik een deel van geschoten. En nu ga ik onderweg naar paterles. Ik heb vandaag mijn eerste oefenspringwedstrijd met mijn paard. Voor mij niet hoor. Ik heb hiervoor altijd al met wedstrijden gereden met paarden. Alleen, ik vind het toch een beetje spannend omdat het echt mijn eigen paard is. Maar ik heb zin, dus ik ga jullie vandaag een beetje proberen mee te nemen. Het wordt ook super lekker weer trouwens. 15 graden of zo. Dus, wow, tof. Zin in. Klaar voor. Het is wel een beetje spannend, maar het is niet gek natuurlijk. Eerste keer, hè. Wow. Señorita. Ik ben net even trek geweest en ik heb de voorwedstrijd gehad met mijn paard. Het was echt super goed ging voor de eerste keer. Ik ben er heel erg blij mee. Ik ging niet gestopt. Ik kon nog wel wat rustiger. Maar ja, weet je, het is de eerste keer en ik ben er wel heel trots op dat ze zo braaf zonder stoppen rond is gegaan. Ja, dankjewel voor het knikken met de video. Nou, bij deze dankjewel voor het kijken weer naar deze video. Nee. Like de video even. Subscribe. Abonneer. Abonneer. Voor de minuut video's en hectische dingen. En duim omhoog, reactie eronder eventueel. En zie je bij de volgende. See you next time. Ja, mooi. Ja, klaar.